Hey, welkom bij de video. Voordat de video begint wil ik jullie allemaal even bedanken voor de support de afgelopen tijd. We zitten bijna op die 100.000 abonnees, dus overweeg even of je wil abonneren. En verder, laat heel even weten wat jullie denken, hoe dit allemaal gaat aflopen. Wat jullie denken dat het plan van Riddler is, wie Redrum is. Wie is er wel te vertrouwen uit de gang, wie is er niet te vertrouwen uit de gang. Laat het even weten wat je denkt. En veel plezier met kijken naar de video. Wat doen we, jouw auto of mijn auto? Willems auto. Hey, wat leuk dat je hier bent. Ik ben Marcus. En ik zit in een andere kamer, ik weet het. Ik heb misschien een beetje echo. Misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik weet niet eens hoe mijn audio hier echt daadwerkelijk klinkt, maar... Hey, welkom. Hey, Willem. Hey. Dan met Willem. Willem gaat rijden. Okay. Waar wil je naartoe? Ja, jij hebt mij wat te vertellen. Willem heeft inderdaad wat te vertellen. Over het nieuws. We hebben vandaag heel veel samen meegemaakt. Ik heb denk ik nog nooit zoveel met jou meegemaakt als dat ik vandaag heb meegemaakt met jou. Dat is waar. Willem, ik leg mijn gun weg of dan ga jij nu de Riddler bellen? Hij belt met de Riddler. Hoe is het, Edward? Edward? Hij staat op luidspreker. Eigenlijk best goed. Dave is ook wel een beetje bang. Hij staat op de luidspreker. Dit is de Riddler, jongens. Er was een post van u in Twitter. Waar u zei, je hunt en speaker. Yes. Ik heb een opdracht gekregen en die opdracht ga ik uitvoeren. En wat is die opdracht? Dat heeft niks met u te maken. Nee, dat zal wel niet. Maar er zit hunt in de naam. De achternaam is hunt. Mason. Mason. Die is dood. Dat denkt u? Dat is zo. Dat zegt nou dat Mason levend is. Edward. Ik kan niet heel veel meer zeggen. En verder, Edward. Ik wil je waarschuwen voor darkness. Waarschuwen voor de dark? Yes, steeds meer mensen keren zich tegen elkaar. Edward, je gedraag je raar. Ik snap het. Is Mason in orde? Mason? Mason, ik kan niks zeggen. Mason? Ze kan je niks zeggen. Leeft Mason? Ik hoorde het, leeft hij nou? Willem, leeft Mason nou nog? Fuck! Hij weet dingen. Hij weet zoveel. Oké, hij komt er nu aangelopen. Nou, de titel die komt toch nog voor in de video zelf. Nou, daar hebben we hem. Goedemiddag. Hallo. Waar is de Riddler? Die heeft mij gestuurd. Die heeft jou gestuurd. Oké, en wie mag jij zijn? Nou ja, noem mij ook maar de Riddler dan. jij komt hier namens de Riddler. Ja. Oké. De goederen zijn nog steeds niet geleverd van Darkness. Kreeg ik meegekregen. Hoe ver zitten die? Origineel was mijn plan om het vandaag te doen. Duurt wel erg lang. Ja, ik doe mijn best hoor, maar sneller dan dit kan ik niet. En ik weet ook niet hoe ik contact moet opnemen met jullie, al heb ik het. Ah. Hey, waar ik nou heel benieuwd naar ben, hè? Ja? Hoe is het? Met mij? Ja, met jou. Yo, je bent benieuwd hoe het met mij is? Ja, natuurlijk. Ja, best goed tot op het moment dat jij een pistool op mijn achterhoofd richtte. Begrijp ik. Toen kwamen er wel 2 druppeltjes terecht. Kijk, het punt wat ik heb, is dat je een beetje aan het rekken bent. Aan het rekken. Als jij mij nou een bedrag zou geven, dan weet ik tenminste wat ik moet doen. 20.000? 10.000? Zeg jij het maar. 100? Zeg jij het maar. Zeg jij het maar. Wat vind jij een redelijk bedrag om van je gang te stelen? Ja, het ligt echt aan de situatie wat jij wilt. Ik kan 10.000 voor je stelen, maar als jij dat te weinig vindt. Ik kan niet bepalen wat jij mij gaat geven. Tenminste, jij wil gewoon dat ik zoveel mogelijk... ja, je zou het doen. Je hebt die mogelijkheid. Maar je wil dat ik gewoon zoveel mogelijk pak. Wat vindt u redelijk? Op het moment dat er hier zo iemand staat met een pistool... met macht... die u vraagt om geld van uw gang te stelen... wat zou u dan zeggen dat een redelijk bedrag is? Nou, met een pistool op mijn hoofd gericht... dan ga je al richting de 20.000, 30.000 euro. Kijk, het punt is, ik werk niet om geld. Jij werkt niet voor het geld. Jij werkt voor het principe, nee, zeker. Principe werken. Nee. Niet eens principe. Ik heb een ander doel. Oké. Okay. Kent u de term anarchie? Ja, gewoon onrust. Iemand heeft mij gevraagd om darkness te infiltreren. En het gaat dus echt totaal niet om het geld. Het gaat echt om het principe dat als ik geld steel van de groep, dat er gewoon onrust wordt gezaaid. En... Kijk. Wat... zou u doen op dit moment? Kiest u mijn kant? Of kiest u de kant van uw gang? Ja. Ik wil gewoon een eerlijk antwoord. Het eerlijke antwoord, ik zou natuurlijk voor mijn gang kiezen, maar... Okay. Als ik jou geld geef, dan kan ik toch nog steeds gewoon... Als ze het niet weten bijvoorbeeld dat ik het ben, of ik kom er op een manier goed vanaf... Dan kan ik toch nog steeds bij mijn gang blijven. En jou gewoon tevreden stellen. Waarom zou je dat willen? Nou, omdat ik... Je weet wat ik jou aanbied, hè? Ik wil dat u goed gaat nadenken. Over wie's kant ik kies. Precies. Oké, in de tussentijd nog steeds het geld regelen natuurlijk, terwijl ik dat doe, want dat is geen keuze, dat is geen optie. Dat is in principe geen optie, nee. Nee, dat is geen optie, oké.
Nou, dan ga ik er even vandoor en dan succes. Ha. En dan op het moment dat hij weg is, dan neem ik aan dat jij niet schiet. Misschien. Ja, dit is kut. Nee, oké. Ik zal geen onverwachte beweging maken. Je mag gaan. Ik mag gaan? Ja. Oh, dat is snel. Weet je het zeker? Ja. Oké, dan ga ik heel rustig lopen, oké? Dan niet dat je denkt dat ik iets geks doe of zo. Nee. Oké. Het is niet fijn om zo'n gun op je gericht te hebben, jongens. En ik vertrouw het voor geen meter. Ik mag gaan. Nu weet ik niet wat ik moet doen, jongens. Dus het is tijd om jouw nieuws aan mij te vertellen. We gaan even een plekje opzoeken. Willem heeft namelijk een beetje onderzoek gedaan. Ja. Samen met een vriend van Willem, Piet. Oké. We gaan even naar een plekje, Willem weet er precies heen. Dan gaan we hier links. Is het niet tegen het verkeer in, Willem? Fuck! Maar goed, Willem heeft dus even wat onderzoek gedaan met Piet. Er is namelijk vandaag een belletje vanuit een anoniem nummer geweest. Naar jou. Naar mij? Ja, ik weet welke je bedoelt. Met het zware stemmetje. Ja, met het zware stemmetje, met de stemvervormer. De stemvervormer, ja. Ja, daarbij heeft Willem het fragment bemachtigd. Oké. Daarbij heeft Willem dus de pitch lager, of hoger gezet. De pitch is hoger gezet, oké. Absoluut. In het bestand klink jij als een baby. Maar nu hebben we wel de stem. We hebben de stem van degene die mij telkens die voor de Riddler zou werken. Of die de Riddler laat werken of zo. Wat was het? Wij denken dat dit de opdrachtgever is. De opdrachtgever? Dus de Riddler die werkt voor hem. Dat denkt Willem. Dat maar denkt niet Willem. Zeker. Heb je dat fragment zo meteen voor mij? Ja. Oké, dan kan ik die luisteren. Oké, goed luisteren. Ik luister. Hallo, wat is het? Je hebt iets nog te doen. Ja, ik weet het. Ik heb jou al geprobeerd te bereiken, maar ik ben niet gelukkig. Ja, jij bent niet gelukkig, hè? Dat is de stem. Dat is de stem. Ik herken hem niet. Het is niet een bekende stem voor mij. Het leuke is, Willem wel! Is het een bekende stem voor jou? Absoluut. Je weet wie het is? Ja. En wie is het? Het is Benjamin Sinclair. Benjamin Sinclair, die naam komt me nog steeds niet bekend voor. Absoluut. Dat kan Willem geloven. Het is ook een beetje een underdog. Maar Willem houdt hem al een tijd in de gaten. En werkt hij met de Riddler? Dat weten we dus niet. Dat weten we niet. Maar, we weten het eigenlijk wel. De Riddler werkt met iemand en die Benjamin belt me ook. Dus dan moet het wel de Benjamin zijn. De Benjamin. En Willem heeft het nummer van Benjamin. Jij hebt het nummer van Benjamin. Dus nou is de vraag, gaan we Benjamin confronteren, Marcus? Ja, ligt eraan hoe. Ik kan hem de gun meenemen. Maar ik weet niet of de Riddler dat chill vindt als ik dat doe. Maar wij weten... Oké, hij weet niet waarschijnlijk dat wij deze informatie... Nee, hij weet het niet. Hij weet niet dat wij weten dat Benjamin... Dat wij weten dat hij Benjamin heet. Ja. Hij denkt dat de anonieme beller losstaat. Of dat wij denken dat hij losstaat van dit hele gebeuren. Ja. En wij denken dus dat dat anonieme account, dus Benjamin, met de stemvervorm, daadwerkelijk degene is die de Riddler commandeert. Dus wat we kunnen doen, is Benjamin Is? Benjamin executeren. Executeren gewoon. Nee, oké, dat is misschien wel heel grof. Dat is misschien heel grof gedacht. Ik denk dat niet helemaal de bedoeling is. Sorry. Misschien is het juist verstandig als we de Riddler... Ik denk dat we dan Riddler kwijt zijn. Ik zie dat de meerdere van de gang in de stad zijn. Dus ik weet niet of we even af kunnen spreken. Of ik even Jerry kan bellen en zo. En even het plan wil vertellen. Maar ik hoorde ook in dat gesprek van de Riddler met jou... Ja. Dat Jerry en Samuel niet vertrouwen zijn. Maar ik geloof dat niet. Maar we kunnen geen onderscheid maken. Ik kan zeggen, ik geloof dat niet. Dan moet je ze individueel bellen. Zou ik Jerry eerst bellen? Maar hij geeft toch niet voor niks de informatie? Dat het loose cannons zijn. Losse kanonnen. Ik weet het niet, man. Ja, wie kunnen we het meest vertrouwen van de groep? Piet. Piet is de droomgozer. Nou, ik wil sowieso, misschien kan ik zo dat plan wat ik had uitgelegd, kunnen we misschien uitvoeren. Met de gang? Ja. Dat is goed, dan regel de gang. Ja, ik bel wel in de tussentijd, is Jerry. Ik kan Jerry wel vertrouwen. Ik geloof niet dat hij zo fucked up is of zo. Of hij zo met de Riddler in het spel is. Dat geloof ik niet. Denk Willem ook niet. Dus ik bel Jerry als eerst. Dat is goed, doe maar. Heel even wachten. Kan ik later terugbellen? Jij mag later terugbellen als je dat wilt. Oké. Zou ik Rick proberen? Of is Rick kan ik ook wel vertrouwen. Of ja. Rick die heeft ook contact met de Riddler, weet ik. Wie moet ik dan bellen? Jerry zei dat hij me zou terugbellen. Dan zou ik het even afwachten. Hé, dit ziet er leuk uit. Niet om mij. Hallo. Nog Willem. Is dat Willem? Onder andere. Nee. Dat is de Hallo. Willem. Is Willem maar nog iemand. Willem, ja. De Jack Black guy. Lekker broertje. Wacht. Lekker broertje.
Hé, hey, dat is Jack! Waarom moet je zo terugbellen, zeker? Wakker, broertjes! Ik dacht al, waarom moet je zo terugbellen? Wat is dit? Hallo? Hé, boeien om, ik kan niet echt bellen. Ik belde hem, maar hij zei, is het goed als ik je zo terugbel? Nu snap ik het. Waarom is... Wat heeft hij gedaan? Ontvluchting van de politie. Ja, ontvoering nog. Hoe lang krijgt hij? Ja, geen idee. We gaan even op het bureau. Wat gokken jullie? Jullie weten vast uit ervaring. Ja, als je zo bedenkt dat we van de haven naar de ANWB en naar hier zijn gereden, dan wil je stadsmotor zijn. Ik was onder invloed. Dat maakt het niet beter. Ik ga sowieso vrijkomen, geloof me. Hij was onder invloed, dus wat heb je al toegegeven? Nou, hebben we achter het stuur gezeten. Doei jongens. Later broertje, later. Dat is echt toeval dit. Ja, dit is echt een hele erg toeval. Dat is wel leuk. Hey, we kunnen kijken of we opa Gerard even kunnen. Ik kan hem even bellen, ik wil hem even feliciteren. Ja, wil hem ook feliciteren. Ja, we gaan hem even vragen of we hem op kunnen zoeken. Hey, mag eens wat lekker. Hey, opa, gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel, jongen. Hey, 107 alweer, hè. Zo 100, oud. Ja, 107, wat zo leuk. Zo oud als dat jij al bent. Dat is echt niet normaal. Dat is echt. Ja. Waar ben je? Ik ben bij een winkel, namelijk met Toos in de doos. Met Toos? Ja. Maar Toos is toch ontvoerd? Ja, maar Toos heeft verlof gekregen omdat ik jarig was. Hij heeft verlof gekregen omdat jij jarig was. Ja. Nou, dan wil ik hem ook wel even zien. Wil jij Toos ook even zien? Ja, als hij verlof heeft gekregen. Ja, maar Toos wordt wel in de gaten gehouden. Hij wordt wel in de gaten gehouden. Ja. Dus dan is het maar verstandig dat we je niet zien. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat jij leuk lijkt. Ik wil jou wel even zien. Dat vind ik wel leuk. Nou, ja. Ik stuur wel even een dingetje. Een locatie. Ik stuur wel even een locatie. Ja, je stuurt mij even een locatie. Doei! Doei! Wat een lul. Gerard, je moet nog ophangen. Hey, we krijgen een locatie van hem. Toos is dus verlof. Omdat Gerard jarig is? Ja, Willem weet het al. Ik zie niet een auto van Toos of Gerard. Maar wel een Mercedes A5. Oh, die is natuurlijk van Toos. Hey joh, Toos! Toos, heeft Toos een A5? Toos! Hey Willem! Nee, ik mag niet met jou praten. Hoezo mag je niet met me praten? Stap eens naar buiten, joh. Nee, je mag niet met jou praten, Marcus. Je bent toch verlof? Wat? Waar is Gerard trouwens? Hij is jarig. Gerard is even knipperen. Oh. Ze houden me overal in de gaten. Ik mag niet met jou praten. Ja, we praten nu toch al? Ja, maar ik zeg alleen maar dat ik niet met jou mag praten. Maar... ik zou me heel gauw wegwezen dan. Hoe is het? Hoe is het met je? Geen commentaar. Ja, Willem, hou jij alles in de gaten? Toos! Wat de vraag. Hey Willem! Hey, goed tasje. Daar is Willem. Willem vraagt of het Willem is. Ja, ja! Hey Gerard, hey! Hey, gefeliciteerd kale bad! Dankjewel, hoe voel je je? Hoe is het met jou? Ja, hoe voel je je? Maar goed. Ja, mooi man, hé. Hoe is het met Willem? Willem gaat goed, absoluut. Hey, anders pak jij vast even een verjaardagscadeau uit je auto. Dan wacht ik hier. Jij hebt een verjaardagscadeau? Ja, die heb je meegenomen, hoop ik. Ja, ja. Maar die ligt niet in deze auto. Die moet ik heel even snel daar ophalen. Ja. Die heb ik over de hoek gelegd. Blijf jij hier? Ik blijf even. Oké, Willem, loop je mee? Ja, Willem heeft het cadeau. Oké. Hebben we een cadeau? Nee, kut. hou jij Gerard even bezig? Koop ik even snel wat voor hem. Gerard? Ik ga een paperclip voor hem kopen. 1. Ik heb het voor hem. Ik heb iets voor hem. Gerard! Oké, het was een hele grote verrassing. Maar heb je dat verjaardagscadeau hier verstopt of heb je net gekocht? Nee, verstopt. Verstopt, want ja, dit is zo goed te vinden. Dit zie je zo als ik hem helemaal heb. Verstopt bij de kassa. Nee. Ja, omdat hij daar... Ik heb aan die man achter de kassa gevraagd of hij hem voor me kon bewaren. Snap je? Het zal je verbazen, maar ik ben de winkel-eigenaar, dus... Daarom. En daarom staat hij hier, maar je kan het toch... Ja, precies. Ja, zie je. Oké, okay, reclame van Gerard. Ik vind het wel een alsjeblieft! Wat? Ben je er blij mee? Ik vond het wel een leuk cadeau eigenlijk. Hoeveel heb je ervoor gekocht en betaald? Ja, veel te veel, maar dat is toch het waard? Dat is toch waard voor jou? Wat heeft hij je gegeven, Gerard? Een paperclip. Hoe vind je ervan? Die zijn echt duur. Ja, nou, hoe moet je bedanken? Ja, Marcus? Door een kraslot voor me te kopen. Wat zeg je? Jij geeft mij een paperclip van 10 cent. Ik moet voor jou een kraslot van 250 euro geven. Absoluut! Maar ik ben jarig. Ja! Dan gaat er toch iets mis? Ja. Nee? Ja. Jij moet toch uitdelen als je jarig bent? Willem heeft iets voor je. Kijk, ik hoop dat Willem wat meer heeft. Ja, absoluut. Geen twee paperclips. 5 gram goud. Ik ben rijk! Hey, Piet is er, Willem.
Is Piet, oh, Piet ja, is ik ga Piet bellen. We gaan naar Piet. Piet. Hey, nee. Gerard, ik hoop dat je een fijne verjaardag hebt. We gaan naar Piet. Ik ga naar straks. Nee. Ik ga in de kofferbak. We gaan even alleen naar Piet. Toos, Toos. We moeten naar achteraan. Nee. Hey, nee. Zullen ik je laten... Gerard. Gerard. Dit is heel belangrijk. Ik wil je niet in gevaar brengen, oké? Hoe ga je naar Piet? Wie is een vredesnaam is Piet? Doe nou dat niet. Gerard. Gerard, we moeten weg. Toos, als je dit doet, dan staat Sniper op het dak. Ja, dat klopt. Daarom mag ik maar tegen jou praten. Maar je gaat wel in de auto staan. Ze gaan naar Piet toe. Nou, één of twee. Wie is Piet? Eén! Ga nou eens aan de kant, jongen. Ja, maar dan kan hij niet. Dat is niet leuk. Nee, ja. Dat is ook niet leuk. Marcus. Blijf maar. Ja, wat is er, Gerard? Je bent verkeerde dingen aan het doen, hè? Ja, ik weet het. Doe dat nou eens even niet. Nee, ik doe mijn best. En Gerard, dit is om jouw leven te beschermen. Ik spreek je later, oké? Okay? Staat mijn leven op het spel? Nee, ja. Nou, oké. Okay. Wow, oh, dat meen je niet, Willem. Kutzooi. Willem, zou ik anders even rijden? Nee. Ga. Willem rijdt. Doei. Hallo? Hey. Hey. Zeg het eens. Kan jij afspreken? Met mij en Willem, met z'n drieën. Ja. En meer niet eigenlijk. Waar? Of ergens anders. De garage waar jullie voor het eerst afspraken. De garage waar we voor het eerst afspraken. Ondergronds. Ondergronds. Weet je nou wat ik bedoel? Ja, dat weet ik zeker. Kom daar maar heen. Willem is er ook. Ik ga proberen naar jou te komen, ja? Ja, is goed. Dan zie ik jou in die garage. Dan moet ik jou zo meteen van alles vertellen. Oei, oei, oei. Het is echt heel veel nieuws, heb ik. Klinkt niet goed. Nee, maar ik heb wel een plan. Dus dat is wel goed. Oké, dan zie ik je zo. Ik ga nu naar beneden. Oké, wacht even op... Oh, daar heb je hem. Kijk, zo heeft hij snel gedaan. We gaan de Riddler pakken.